Ik ben Lieselot en ik doe onderzoek naar hernieuwbare bouwmaterialen, zoals hout. En isolatiematerialen gemaakt van houtvezels, zoals deze, en vlas. Waarvoor kan je die materialen gebruiken? Met hout kan je huizen en zelfs grote appartementsgebouwen bouwen. En die isolatiematerialen die steken we in de muren, zodat het lekker warm blijft in de winter. Waarom zijn deze materialen nu zo tof? Omdat ze hernieuwbaar zijn. Hout komt bijvoorbeeld van bomen en vlas van vlasplanten. Dus je kan je eigen bouwmaterialen groeien. Er is ook veel minder energie nodig om ze te maken in vergelijking met andere bouwmaterialen, zoals staal en beton. En dat is goed voor het klimaat. Het is dus belangrijk dat we veel soorten hernieuwbare bouwmaterialen hebben die we overal kunnen toepassen. In mijn onderzoek kijk ik hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze materialen lang meegaan en ze niet worden opgegeten door schimmels. Je hebt misschien ooit al eens een dode boom gezien in het bos die vol paddenstoelen stond. Wel, dat zou ook kunnen gebeuren met hout en hernieuwbare bouwmaterialen. Gelukkig gebeurt dat enkel wanneer een schimmel het heel erg naar zijn zin heeft. Als je hout beschermt of als je vermijdt dat het hout voor een lange tijd nat is, zal de schimmel er niet op willen groeien. In mijn onderzoek kijk ik dus hoe hernieuwbare bouwmaterialen omgaan met water. Nemen ze snel water op en drogen ze ook snel weer uit? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze minder water opnemen? Heel veel factoren hebben hier een invloed op. De chemische samenstelling, de structuur en ook het productieproces. Bekijken we nu eens even twee isolatiematerialen gemaakt van houtvezels. Dit is een losse houtvezelisolatiemat en dit is een houtvezelisolatieplaat, waarbij de vezels meer op elkaar gedrukt zijn. Als je daar nu een glaasje water over giet, dan zal je zien dat de losse houtvezelisolatiemat daar anders op reageert dan de op elkaar gedrukte houtvezelisolatieplaat.